is natuurlijk zoiets, zoiets komt uit een passie, uit een droom komt dat voort. De mensen kunnen zich waarschijnlijk nog herinneren Conny van Rietschoten, die 2 keer de rond de wereldrace heeft gevaren. Destijds kon je dat nog niet dagelijks volgen. Maar ik heb toen beide documentaires gezien en toen heb ik gewoon tegen mezelf gezegd, dit is iets wat ik wil doen. Ik wil een keer de wereld rondzeilen. Toen heb ik alles opzij gezet. Ik heb ook zelfs de zeevaartschool ben ik gaan volgen om te worden geselecteerd. En toen was ik zo gelukkig geweest dat ik 1985 mijn eerste rond de wereldreis kunnen varen. Dus ja, een heleboel factoren die samenkwamen. Maar het kwam dus eigenlijk voort uit een droom. Ik zou me eigenlijk niet kunnen voorstellen om het niet te doen. Dus of het een droom is. Ik heb er vroeger niet van gedroomd. Dus daar val ik niet onder. Is de passie, ja. Ik steek veel tijd in de kamer in. Ja, zonder meer. Het is natuurlijk, ik denk dat wat dat betreft heb ik de beste job die er is. Ik heb van mijn hobby mijn beroep gemaakt. Wie kan dat zeggen? Niet alleen het varen tegen natuurgeweld. Maar het is natuurlijk ook iets wat heel belangrijk is voor mij. Is om samen met een team de oceanen over te gaan. En de wereld rond te zeilen. En het allerbeste ervan te maken. En het beste uit het team naar boven te halen. En dat is denk ik voor mij ook een hele grote drijfveer. En het zijn natuurlijk inkomsten, dat is uiteindelijk ook. Dit is mijn beroep geworden, dus je wil gewoon heel erg goed zijn in wat je doet. Over het algemeen kun je zeggen dat de dingen die wij doen, de mensen daar zelf beter van worden. En dus word ik dat ook. Schippen zijn bij de KNRM, dat kost veel tijd. Dan moet je, als je daar aan begint, dan moet je weten. Ja, ik heb er geen probleem mee. Mijn vrouw heeft er geen probleem mee. Wij hebben geen kinderen, dus die hebben er ook geen probleem mee. Ik vind het prima. Ik heb één dochter, die is 19 jaar. Ja, dus die heb ik misschien de helft van de tijd heb ik die niet gezien dat ze is opgegroeid. En dat is natuurlijk niet altijd even makkelijk. De steun die je bij de KNRM om dit werk te doen, die moet sowieso als eerst van thuisfront komen. Ik bedoel, als die er niet achter staan, dan moet je er ook nooit aan beginnen. Dan kun je ook niet, ga je niet met een goed gevoel weg. Kom je dus niet met een goed gevoel aan boord en ben je eigenlijk ballast. Nou, dat is het laatste wat we willen hebben. En het is een moment daar dat mijn vrouw of mijn dochter zegt, nu hoeft het niet meer, dan zal ik ook de eerste zijn die dat erkent. En ik weet hoeveel zij van mij hebben gegeven. Dus dan sta ik klaar voor hun. We hebben een heleboel te danken aan de KNRM, omdat worden er geen zeevaarders gered, ja, dan zullen er geen mensen zijn die op zee willen varen, want iedereen die wil graag een zo safe mogelijk levensbestaan hebben. Dus blijf doneren, zou ik zeggen, van alle mensen hier in Nederland, want zonder de KNRM kunnen we eigenlijk onze liefde voor de zee kunnen we niet waarmaken.